mijn dochters die zeiden direct van ja, maar als je maar zorgt dat je veilig terugkomt. En natuurlijk heb ik ze dat beloofd. Dave van Loenen uit Middelburg is bijna klaar voor de Noordkaap Challenge. Deze autorit van 7000 kilometer naar de Noordkaap wordt gehouden om geld in te zamelen voor kinderen in oorlogsgebieden. Verslaggever Janita Hitu maakte een proefrit met een van de drie Zeeuwse auto's die meedoen aan deze rit. Een paar jaar geleden heb ik samen met een vriend, collega Jan Kruidbos, deden we mee aan een 4x4 experience. En toen was het plan van, nou weet je, het jaar erop gaan we naar Schotland en dan gaan we weer iets dergelijks doen. Maar goed, een beetje gaan googlen en toen kwamen we de Noordkaap Challenge tegen. En toen hadden we direct zoiets van, nou, dat is hartstikke mooi. En dat is ik noem dat maar een win-win situatie. Dat je zelf iets leuks gaat doen, maar ook iets goed voor het goede doel. 9 december vertrekken ze vanuit Heerlen, waar dit jaar het Glazen Huis staat. Want alle sponsoringen en donaties gaan naar het Rode Kruis. Dave heeft nog nooit met de 4x4 in zulke gebieden gereden. Ja, des te meer het dichterbij komt en des te meer ik ervan af weet, kom ik erachter dat het toch wel zwaarder is als dat ik in eerste instantie had gedacht. Ja. En dat begon eigenlijk al met, we rijden nu in een 4x4 Land Rover, een Discovery. Ja. En eigenlijk had ik gedacht van, nou, die kan gewoon standaard daar naartoe. Ja. En na wat informeren bleek dat dus niet zo te zijn. Want er komt heel wat bij kijken. Nou ja, iets heel simpels, een sleepkabel. Een normale sleepkabel staat gewoon strak. Ja. Voor in dat soort landen moet je een elastische sleepkabel hebben. Omdat je in de sneeuw moet je vaak toch eerst een aanloop nemen. Ja. Nou, en dan is het belangrijk dat er een bepaalde rek zit in een sleepkabel. Ja. Nooit over nagedacht. Autojournalist Rob Strating, wel bekend van het programma CTV Mobiel, heeft nog een paar goede tips voor Dave. Deze tips kreeg ik van Rob Zwartepoorten en Jasper de Boot, die vorig jaar de challenge hebben gereden. Ze zeggen, spikes heb je niet nodig. Je hebt al vierwielaandrijving, dus dat is geen probleem. Maar zorg wel voor nieuwe winterbanden. Berg de reserveband niet weg, maar leg die bovenop het dak. Dan kan je er zo bij. Zorg voor warme schoenen, warme sokken, want het kan wel eens min 20, min 30 worden. Zorg dat je genoeg water bij je hebt, want dat kun je niet overal krijgen. Wissel op tijd af, bijvoorbeeld om de 6 uur, zodat je lekker fris blijft. En laat je niet opjagen, alsjeblieft. Nou ja, zonder steun van het thuisfront kun je dit ook niet doen. Vooral niet als je een eigen onderneming hebt. Namens dat team van vorig jaar wensen we jullie heel, heel veel succes. En behoud de thuiskomst.